Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom oud-minister Ter Horst. De heer Ulebelt en ik zullen het gesprek met u leiden, maar de rest van de commissie, mevrouw Fokke, mevrouw Breuslot, de heer Van Menen, doen ook mee, luisteren. U was, nou, ik ga niet alles opnoemen, maar onder meer lid van de gemeenteraad van Amsterdam, wethouder van Amsterdam, burgemeester van Nijmegen, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010, in welke hoedanigheid wij u heden vragen stellen. Daarna voorzitter van de HBO-raad en bent op dit moment ook lid van de Eerste Kamer. Voor we beginnen, even. U zei in NRC Handelsblad op 22 december 2008... als je als burgemeester vindt dat er iets moet veranderen, dan haal je een paar mensen aan tafel en dan gebeurt het. Dat is hier wel even anders. En hier is dan Den Haag en toen was u minister. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, zoals met veel onderwerpen is alles in het lokaal bestuur dichter bij, niet alleen bij de mensen in de stad, maar ook dichter bij de bestuurders. De ambtenaren staan dichter bij de bestuurders. En dat betekent dat als je iets wil, dan is het vrij snel geregeld. Terwijl in Den Haag loopt het altijd over verschillende schijven. Verschillende schijven. En zeker als het onderwerp ICT, daar komen we ongetwijfeld nog op. Als je coördinerend minister bent, dan loopt het helemaal over een aantal schijven. Dus dan is het bereiken van het doel, de wens om iets te bereiken en het bereiken van het doel, de tijd daartussen is een stuk langer dan in een gemeente. En werd u daar gek van? Nou, het had niet mijn voorkeur. In een algemeen overleg zei u op 2 oktober 2008, en toen ging het over ICT, op een vraag van de heer Hessels en mevrouw Gerkes. Ik heb nooit in het bedrijfsleven gezeten, maar ik verlang er regelmatig naar dat je gewoon kunt zeggen, en nou is het afgelopen met het gezeur, zo gaan we het doen. Ja. Dat citaat dat kwam denk ik uit uw tenen. Ja. Vraagteken? Ik ben blij dat u het opleest, ik kan me niet meer herinneren, maar ongetwijfeld, ja. Het gaat in Den Haag gewoon allemaal wat langzamer, het is wat ingewikkelder. En zeker als je, ik weet niet of dat naar aanleiding van het coördinerend ministerschap was, maar ja, als je andere ministers nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen met alle staven, ambtenaren die daarbij horen, dan kunt u zich voorstellen hoe lang dat duurt en hoe ingewikkeld dat is. We komen er allemaal nog wel over te spreken, maar dit is even wat algemene vragen. U was wel minister. U was wel in staat, lijkt ons, om daar eventueel ook, al was het dan maar een beetje, verandering in aan te brengen in al die velden vol met stroop waar u doorheen moest waden. Zeker, zeker. Maar het maakt een heel groot verschil of je alleen verantwoordelijk bent. Uiteraard is natuurlijk het hele kabinet verantwoordelijk, maar of het een onderwerp betreft waar je alleen verantwoordelijk voor bent, of dat het een onderwerp is wat kabinetsbreed is. Dat is hier in Den Haag buitengewoon lastig te regelen. Overigens is dat in de gemeente ook anders, want dan heb je een collegiaal bestuur. En als daar het college zegt, zo gaan we doen, dan gebeurt het ook. En daar is de okay, ik zei in Nijmegen wel eens, en dan vonden mijn wethouders dat heel leuk, een wethouder is niks. Een wethouder had niet de formele bevoegdheid om bijvoorbeeld een handtekening onder een brief te zetten. En dat had geen rechtsgeldigheid. Dat ligt natuurlijk bij ministers compleet anders. Die hebben integrale verantwoordelijkheid voor een hele departement. En dat gold voor die wethouders niet. Daar was alleen BMW was wat. Maakt veel uit. We beginnen gewoon bij het begin. Kunt u ons toelichten wat destijds uw verantwoordelijkheden waren voor ICT bij de Rijksoverheid? Wat deed u concreet? En wat trof u aan in het dossier? Ja, nou, ik denk dat er qua formele verantwoordelijkheid in die periode tussen 2007 en 2010 niet eens zoveel veranderd is. Maar de taken die bij de minister van BZK belegd zijn, als het ging over de coördinatie van de ICT, die zijn in die loop van die 3 jaar wel veranderd. Omdat ik het kabinet een aantal keren toestemming heb gevraagd om bepaalde taken naar mij toe te trekken. Maar wat trof u aan? Wat trof ik aan? Nou, ik kan mij niet herinneren dat er nou, er was bijvoorbeeld geen directoraat-generaal bedrijfsvoering. Dat was er niet. Dat is er dus later gekomen. En dat was ook het directoraat-generaal
wat zich onder andere overigens met ICT heeft bezig gehouden. Maar toen ik in 2007 aantrad, toen was dat er niet. En toen werd er over heel veel dingen gesproken, maar niet erg veel over de bedrijfsvoering bij het Rijk. U snapt dat als ik aan het praten ben, zit ik ook tegelijkertijd te denken. Hè? Maar dan komt dat weer een beetje boven. Kijk, waar we het wel over... Alles dat helpt, is meegenomen. Ja, okay. Want ik hoor u eigenlijk zeggen, ik trof een versnipperde boel aan. Wat u zei, ik trof dingen naar me toe. Nee, want ook, je kunt wat praten over versnippering... als je weet dat waar bepaalde onderdelen belegd zijn. En ik denk dat er geen totaalbeeld was van de ICT-projecten bij de Rijksoverheid. Dat kunt u versnipperd noemen. Je kan ook zeggen, nee, er was toen nog geen coördinerend minister die de taak had... of die de wens van de Kamer heeft uitgevoerd om daar een overzicht van te geven. Dus er waren wel ICT-projecten bij de verschillende departementen... onder de verantwoordelijkheid van de verschillende ministers... Maar er was dus niet een coördinerende rol voor de minister van BZK ten aanzien van al die ICT-projecten. En die was er in ieder geval op papier wel toen u wegging. Ja. Want vlak voor het ontslag, ik maak een grote stap, 29 januari 2010, ongeveer een maand voor het ontslag van de PvdA-ministers uit het kabinet Balken en de Vier. We gaan de oorzaken daarvan allemaal niet bespreken met u. Schrijft u dan in de brief aan de Kamer, in gewoon Nederlands, ik zeg het kort, Binnenlandse Zaken heeft naast de verantwoordelijkheid als vakministerie voor grote ICT-projecten een coördinerende rol ten aanzien van de bedrijfsvoering van de hele Rijksoverheid. Waarom vond u dat, tot dat inzicht bent u gekomen in uw periode als minister, waarom was dat nodig? Het was dus iets breder, zoals u zegt. Het was niet alleen voor de ICT, maar voor de bedrijfsvoering van het Rijk. Ik denk dat de belangrijkste aanjager om te komen tot zo'n coördinerend minister... dat was de doelstelling die was geformuleerd dat het ambtenarenapparaat met 10.000 ambtenaren moest verminderen. Kijk, als je dat wil, dan zul je dat met elkaar als kabinet moeten doen. Dan moet je afspraken maken over... hoe kom je tot zo'n bezuiniging? Wat accepteer je wel als bezuiniging? Wat accepteer je niet als bezuiniging? Bij welk departement gaan hoeveel ambtenaren weg? Et cetera, et cetera. Dus dan zeker op dat punt, er was overigens ook een aparte SG was daarvoor aangesteld. Zeker op dat punt was er de noodzaak voor coördinatie. Datzelfde gold voor ICT, maar ik zeg eerlijk dat... Ik denk dat het artikel in Trouw en daarna de belangstelling die er bij de Tweede Kamer voor was... heeft zeker een zwoeng gegeven aan het feit dat er ook een coördinerend minister voor actieve coördinerend minister voor ICT-projecten kwam. Het artikel in Trouw, waarmee? Van 11 juni 2007. Ja, waarin stond? Waarin stond dat er miljarden werden verspild bij de Rijksoverheid... Bleek wel een zekere nuance, was daar ook mogelijk. Maar dat was wel aanleiding voor de Kamer, ook eens terecht, om te zeggen van... hallo, hoe zit het daar eigenlijk mee? Ja, en wie spreek je dan aan? Ja, de minister van Binnenlandse Zaken. Zeker. We komen daar allemaal nog, in detail, maar redelijk in detail op terug. Eerst de Ulebelt. Ja, voordat u als minister weggaat, schreef u nog een brief aan de Kamer... en dan zegt hij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Koningsrijksrelatie, die is... Die heeft de systeemverantwoordelijkheid voor de beheersing van grote ICT-projecten. Ja. Waarom was dat nodig? Waarom was dat nodig? En wat houdt dat in? Sorry? Oh, wat houdt het in? Ja, ik heb nog... wij hadden staatssecretaris Van Rijn vorige week in de Eerste Kamer... en die zei, ik hou niet van de term systeemverantwoordelijkheid. Toen heb ik hem daar nog voor gecomplimenteerd. Niet weten dat u mij nu zou zeggen dat ik die term heb gebruikt. Kijk, er zit een voordeel en een nadeel aan die term. Dan zal ik uitleggen wat we er toen mee bedoelden. En hij wordt nu nog steeds gebruikt. Met systeemverantwoordelijkheid bedoel je dat je niet direct inhoudelijk verantwoordelijk bent, maar dat je wel verantwoordelijk bent voor het systeem. Bijvoorbeeld, gemeenten krijgen bepaalde taken gedecentraliseerd. Daar zijn ze dan verder verantwoordelijk voor. Maar je houdt dan als minister een soort systeemverantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Het voordeel daarvan is dat je kunt zeggen, en dat heb ik ook gedaan en dat hou ik ook staande... Als je als minister systeemverantwoordelijkheid hebt voor de ICT-projecten van de overheid... dan betekent dat niet dat je voor elk ICT-project individueel verantwoordelijk bent. U moet zich voorstellen, noem een project een tunnel, beveiliging van een tunnel. Het zou buitengewoon dom zijn om aan de minister van BZK
die geen deskundigheid, niet alleen geen deskundigheid heeft op het gebied van verkeer en vervoer, maar ook niet beschikt over een grote staf van ambtenaren ten aanzien van verkeer en vervoer, om die de verantwoordelijkheid te geven voor een project wat op dat terrein ligt. Omdat je inhoud en ICT moet je juist bij elkaar houden en dat moet je niet scheiden. Dus dat is het voordeel daarvan, hè? Vanuit het oogpunt van de systeemverantwoordelijke minister. Nou, het voordeel is dat u dan toch niet verantwoordelijk bent? Nee, je bent niet verantwoordelijk voor de individuele projecten. Dat heb ik ook steeds in mijn contacten met de Tweede Kamer gezegd. Maar het betekent wel iets, systeemverantwoordelijkheid. Ik heb het zo opgevat dat ik als minister van BZK, als systeemverantwoordelijke voor de ICT-projecten van de overheid, voor een aantal dingen zorgt. En je zou het zo kunnen formuleren dat je als minister voorwaarden creëert in overleg met uiteraard de andere leden van het kabinet, zodat de kans dat een ICT-project binnen de tijd en binnen budget wordt gerealiseerd groter is. Dat is één ding. Het tweede is dat je ook kunt zeggen, en dat hebben we ook gerealiseerd, we spreken als kabinet af, geïnstigeerd weer door die coördinerend minister, dat er op elk departement deskundigheid is op het gebied van ICT. Daarom is de afspraak ook gemaakt in die tijd dat ik er zat, dat elk departement een CIO krijgt die de verantwoordelijkheid had voor de ICT-projecten op dat departement. Nou, zo kun je een aantal voorwaarden creëren als coördinerend minister, als systeemverantwoordelijke minister, die de kans op goede ICT-projecten, whatever that may be, dichterbij brengt. Maar ik hoor u nu net zeggen dat onder de systeemverantwoordelijkheid valt voorwaarden scheppen, zodat het in geld en tijd niet uit de hand loopt. Ja. Maar het was niet uw geld, het was niet uw tijd. Nee. Dan kunt u daar toch ook niet verantwoordelijk voor zijn? Nou ja, dat was ook steeds een discussie met de Kamer. Wat, kijk, de Kamer, de Tweede Kamer, dat zullen we natuurlijk allemaal terug hebben gelezen, die wilde eigenlijk dat de minister van BZK de totale verantwoordelijkheid zou nemen voor alle ICT-projecten. Nou, ik heb dat nog braaf op verzoek van de Kamer een keertje in het kabinet gebracht. En die zeiden, overigens met mijzelf, dat lijkt mij geen goed idee. En de reden heb ik al daarvoor gegeven. Je moet niet één iemand, als dat al kan hoor, verantwoordelijk maken voor de ICT-projecten van de overheid. Je moet ICT-projecten moet je laten bij beleid, moet je laten bij inhoud. En het zou ook krankzinnig zijn als ik weet niet hoeveel, ik geloof dat er 71 ICT-projecten waren, als ik het goed heb, boven de 20 miljoen. Dan ga je toch niet één minister voor die 71 projecten verantwoordelijk maken. Dat moet je gewoon niet willen. U wees er net op dat wat u in de ministerraad heeft gedaan, daar komen we later nog even op terug. Maar toen u aantrad, er waren nog geen 3 maanden voorbij of u kreeg te maken met een hele actieve Tweede Kamer. Naar aanleiding van die berichten over de 5 miljard in Trouw, net ook al genoemd. De Kamer vroeg onderzoeken bij de Rekenkamer, stelde zelf een werkgroep in, die hier de werkgroep Gerkens is gaan heten. Wat vond u van deze bemoeienis van de Tweede Kamer met uw coördinerend ministerschap rond ICT? Nou ja, kijk, u moet, nou, dat hoef ik u overigens niet te vertellen, maar in ieder geval in de periode 2007-2010, dat zal nu compleet anders zijn, was er elke dag was er wel iets. He, want de kranten verschijnen en dan is er gedoe over en dat begint zo om 9:30, misschien nog wel eerder. Er zijn geloof ik Kamerleden die staan om 6:00 op om te zorgen dat zij de eerste zijn die schriftelijke vragen stellen, heb ik begrepen. En dat gaat zo de hele dag door en dan wind je ontzettend op over een bepaald onderwerp. Aan het eind van de dag is het weggezakt en de volgende dag is er weer wat anders. He, zo gaat het ongeveer in het leven van de minister. He, dus ook als de Kamer zich over iets opwindt, dan moet je nog maar even afwachten of dat ook bestendigt, of dat ergens toe leidt. Nou, en dit is een fantastisch onderwerp, hè? Goed voorbeeld, vind ik, van waar de Kamer heeft gezegd, wij willen precies weten hoe het zit. En dat is soms afhankelijk van individuele Kamerleden. En dat is ook helemaal niet erg. Dat was in dit geval denk ik ook zo. Die bijten zich ergens in vast, het interesseert ze, ze hebben er kennis van. Nou, en ze hadden gewoon beet. Dus ik heb ook, toen ik merkte dat de Kamer daar nou, vragen over ging stellen en mij ter verantwoording ging roepen. In de eerste instantie denk je natuurlijk van, zou dat nou wel kloppen? Want ook het verhaal in Trouw bleek niet helemaal te kloppen. Maar ik had al snel door dat ze gewoon een punt hadden. En ik heb dat nog even nagekeken. Het bericht in Trouw was op 4 juni. Het debat met de Kamer was op 11 juni. Het debat met de Kamer was op 13 juni.
En toen heb ik al tegen de Kamer gezegd, inderdaad, er is een probleem. We moeten er wat aan doen. Wat er in Trouw staat is een internationaal onderzoek. Dus we weten niet precies hoe het bij ons is. Maar er is een probleem en daar gaan we aan werken. En dat is volgens mij ook gebeurd. Dus u was het met de Kamer van toen eens dat het niet goed ging met de grote ICT-projecten bij de overheid? Ja, ik weet niet of ik op dat moment al een totaal overzicht daarvan had. Dat was ook het eerste wat de Kamer vroeg, het eerste wat we hebben gedaan. Van wat was er nou eigenlijk? Maar ja, er waren een aantal projecten waar het niet zo goed mee ging. Ik kwam zelf, toen ik binnenkwam, speelde het project P-Direct. Ik weet niet of u dat nog iets zegt. Dat gaat dus over de salarisbetaling onder andere aan alle personeelsleden van het Rijk. Daar ging het niet goed mee. Daar werd ik dus als minister van Binnenlandse Zaken mee geconfronteerd. Omdat het een project was waar BZK direct verantwoordelijk voor was. Dus het was niet een project bij de anderen, een project bij mijzelf. En daarvan merkte ik dat liep niet goed. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Ook veel overleg met de Kamer, veel rapportages, voordat dat goed is gaan lopen. En ik begreep nu dat het perfect gaat, maar de aanloop daartoe was niet goed. Daar heeft men ook van geleerd. Nou, daar komen we straks nog op van wat je kunt leren van foute projecten. Zeker. Mevrouw Bransot. Ja, u beschrijft mooi het artikel verschijnt in Trouw. De Kamer reageert daarop en u neemt vrij snel daarna doet u de eerste voorstellen voor maatregelen. Natuurlijk, na het verschijnen van zo'n artikel heeft u ook, denk ik, gewoon de vraag in de organisatie uitgezet. Vertel me nou eens, wat is de stand van zaken? Was er verbazing aan de kant vanuit inhoudelijk van het departement over de berichtgeving? Ja, dan moet ik u eerlijk antwoord geven, dat weet ik niet meer. Ik weet niet of de houding toen was, het valt allemaal wel mee. Hè? Wat natuurlijk ook wel eens gebeurt. Je kunt niet op al die dingen die elke dag weer gebeuren reageren. Of dat er werd gezegd, inderdaad, de Kamer heeft een punt, dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet meer. Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat er heel snel besloten is om een apart directoraat-generaal tot stand te laten komen. En dat betekent dus eigenlijk dat daarvoor ook minder expertise ook aanwezig was. Het is natuurlijk ook vaak een kwestie van of er wel of niet expertise bij een departement aanwezig is. En toen hebben we dat snel opgebouwd. Maar wat de houding was, wat ik zei, het een of het ander, ik weet het niet meer. Ja, daarmee zitten we eigenlijk in een aantal vragen die we verder op zouden stellen. Maar laat me even doorgaan op dit punt. De vraag naar de mate waarin sprake is van verspilling bij ICT-projecten. U noemde al een artikel in Trouw. Maar daar zit voor ons een paar vraagpunten in. De eerste is al, op enig moment zegt CDA-Kamerlid Hessels in een algemeen overleg, om heel precies te zijn, van 12 maart 2008. Die zegt dat de ramingen van wat we überhaupt uitgeven aan ICT bij het Rijk, die lopen de ramingen ergens tussen de 1,2 miljard tot 10 miljard. Daar is dan niet duidelijk van hoeveel geld geven we eigenlijk uit aan ICT. Dan is mijn vraag, kijk, dat je daar dan in zo'n algemeen overleg, in zo'n zaaltje als dit, met drie ambtenaren erbij, niet 1, 2, 3 antwoord op hebt. U heeft al geschetst hoe een minister aankijkt tegen de waan van de dag die de Kamer doorgaans beheerst. Daar kan me allemaal nog wel iets bij voorstellen. Maar wat ik me niet kan voorstellen is dat u dan als minister niet zegt in de week of de weken of voor mij de maand of de maanden die daarop volgen. En nu wil ik precies weten wat wij, want ik ben immers de coördinerend minister hier, wat geven wij nou uit aan ICT-projecten? Ik kom daar ook in relatie tot opmerkingen van de Rekenkamer nog op. Maar eerst de vraag aan u, waarom hebt u daar niet, zoals wij nu uit de stukken op lijken te kunnen maken, veel meer achter aangezeten? Ja, nou, dat is uw beoordeling, dat laat ik verder aan u. Vraag naar wijs. Ja, mijn beeld is dat wij dus razendsnel hebben geprobeerd om dat beeld ook te verkrijgen. En onmiddellijk een overzicht hebben laten maken van de ICT-projecten die er waren en ook het geld wat daarmee omgaat. Maar het is natuurlijk niet altijd even makkelijk om die cijfers boven tafel te krijgen. Maar ik heb mijn beeld dus helemaal niet dat we maanden hebben zitten wachten voordat wij een overzicht kregen van de ICT-projecten. Maar die cijfers zijn nooit op tafel gekomen onder uw coördinerend ministerschap. Althans niet dat ze met de Kamer zijn gedeeld. Nou ja, dat zou mij verbazen, want van wij hebben... Dat was ook precies wat het ons deed. Ja, nou misschien dat er nooit naar gevraagd is, maar
alle departementen die zijn uitgevraagd. De Rekenkamer heeft volgens mij ook onderzoek gedaan naar de kosten van, of de bedragen van. Ik zit even te kijken, dit is een stuk. Even niet liegen. Ja, ik heb hier een overzicht met allerlei projecten met de startdatum, herziene kosten, nieuwe einddatum. Ja, misschien dat dit van later datum is, hier staat geen datum op. Ja, in ieder geval hier. Nee, maar dit gaat niet over wat in vakkringen dan het dashboard heet en de rapportage aan de Kamer van Grote ICT-projecten. Het gaat gewoon om alles. Kijk, ja, hier bijvoorbeeld, hier, startdatum. Oh nee, dat is alleen het patiëntendossier. Jeetje, 300 miljoen alleen maar. Nou goed, dit is in ieder geval wat ik hier heb liggen. Dit is een overzicht van wanneer projecten nou gestart zijn. Wanneer het herijkt is, want het gebeurde natuurlijk nogal eens dat dan bleek dat de einddatum niet gehaald was. En welke kosten daarmee gemoeid zijn. Ik wil graag een beetje opfrissen. Ja. U heeft als minister ingesteld dat er een jaarrapportage kwam, grote ICT-projecten. Ja. Van alles groter dan 20 miljoen. Op enig moment heeft u zelfs gezegd, ook van projecten die niet 20 miljoen, die wat kleiner zijn, die tussen de 5 en de 20 miljoen die uitvallen. Hoog risico hebben. En die een hoog risico hebben, ga ik aan de Kamer melden. Dat is niet waar ik het nu over heb. Oh. Waar ik het nu over heb is het feit dat u als coördinerend minister uit alles wat wij tot nu toe hebben onderzocht, nooit heeft gemeld aan de Kamer en vermoedelijk ook niet in huis heeft laten uitzoeken. En in huis bedoel ik dan inderdaad mee bij het hele Rijk en dus bij al die collega-departementen. Wat geven wij nou in totaal uit aan ICT-projecten in Nederland? En mijn vraag aan u is, had het niet in de reden gelegen dat de coördinerend minister van ICT-zaken bij het Rijk dat wilde weten en dus uitzocht. Maar misschien, nou ja, kennelijk niet, maar misschien is het dat ook een niet te beantwoorden vraag. Kijk, ik heb hier een stuk uit 2008 en daar staat keurig per departement, jeugd en gezin hadden we toen nog, en financiën en VNW, daar staat precies hoeveel zij uitgaven aan ICT-projecten. Dat is Rijksoverheid. Ja, waarom, u vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken zou moeten weten wat er in heel Nederland wordt uitgegeven aan ICT-projecten? Mijn vraag is, als de Rekenkamer in 2008 of 2007, daar wil ik van afwijzen, vaststelt dat zij geen overzicht heeft kunnen vinden van wat het Rijk in totaal aan ICT-kosten uitgeeft. Het Rijk in totaal? Want dit is het Rijk in totaal. Dit zijn alle departementen die zijn uitgevraagd hoeveel geld zij, hoeveel geld er bij hun aan ICT-projecten omging. Maar als je dat optelt, heb je volgens mij totaal. En opgeteld was dat hoeveel? Ja, god, dat weet ik ook niet precies. Dat weet ik ook niet. Dat zal een paar miljard zijn, ongetwijfeld. Er waren 71 projecten, waarvan 16 boven de 100 miljoen. En de rest zat daaronder. Nou, dat valt toch op te tellen en dan heb je een bepaald bedrag. Maar dat is de jaarrapportage grote projecten, volgens mij. Mijn vraag gaat nog steeds over, en ik zal u toelichten waarom. Tot 1995 kreeg de Kamer een overzicht van alle ICT-uitgaven bij het Rijk met toelichting. Daar is staatssecretaris Koonstam toen mee gestopt. En daarna zijn we dat niet meer gaan doen, totdat wij vanaf 2007 in ieder geval over die grote projecten gingen rapporteren. Maar niet over alles. En mijn vraag is dus, zeker ook omdat de Rekenkamer heeft vastgesteld, we hebben geen overzicht. Waarom hebben we dat er niet van gemaakt? Waarom heeft u dat niet geregeld? Misschien heeft de Kamer daar nooit om gevraagd. Het was zelfs zo erg dat er verwarring is in uw openbare uitspraken tussen de vraag of er nu 500 miljoen gulden, nee, euro werd uitgegeven aan ICT-projecten bij het Rijk, of dat er 500 miljoen verspild werd. Die vraag is in verschillende bewoordingen door u beantwoord. En de ene keer was het verspilling en de andere keer was het totale bedrag. Nou, het kan niet allebei kloppen. Nee, het lijkt mij dat het totale bedrag hoger is dan dat. Veel hoger is dan 500 miljoen. Kijk, als je al 17 projecten hebt boven de 100 miljoen, en je hebt, wat zei ik, totaal 71 projecten, en die rest was boven de 20 miljoen, ja, dan zit je echt in de miljarden. Maar vindt u het dan niet met, nu wordt er nog steeds gesproken over hoeveel geld geeft de overheid nu uit aan ICT. Nog steeds is er iedere keer weer discussie over de omvang van projecten. Is het dan niet vreemd dat de minister van die zaak coördineert, systeemverantwoordelijk is? Zelfs zegt u het net eerder, ook moet letten op het geld en de voorwaarden moet scheppen enzovoort.
in die tijd niet weet hoeveel de overheid aan ICT uitgeeft. Dus niet alleen aan projecten, maar ook aan onderhoud, aan licenties. Ja, maar oké, stel dat de Kamer, want ik constateer dus dat de Kamer daar niet om gevraagd heeft, want de Kamer krijgt altijd antwoord op haar vraag. De Kamer heeft daar kennelijk niet om gevraagd. Maar stel dat de Kamer daar om gevraagd had en ik had daar antwoord op gegeven. En er was een bedrag uitgekomen van 10 miljard. Wat had de Kamer dan gezegd? Er moet 10% minder? Wat zegt dat bedrag? Kijk, het probleem volgens mij nou juist is met ICT-projecten dat ze altijd te groot waren. Als je kijkt naar het lopende ICT-project bij de politie, ik zou zeggen, Kamer, let op. Want als je nou ergens naar moet kijken, is het naar dat project, want anders zit u hier over 5 jaar weer. Wat is het probleem met dat soort projecten is dat ze veel te groot zijn. Dat de tijd waarin ze gerealiseerd moeten worden veel te kort is. Dus wat je moet proberen bij ICT-projecten, bedoel, het is ook niet mijn deskundigheid, maar wat mensen daarover zeggen, je moet het klein maken. Dus het heeft ook ontzettend weinig zin om over een totaalbedrag van ICT-uitgeven van de overheid te spreken. Ja, behalve als je wilt bezuinigen. Als je zegt, nou ja, we willen een paar miljard bezuinigen, zeg je, nou, dan doen we er 10% af. Maar dat vind ik niet de goede redenering. De redenering moet zijn, een minister die wil, of die vindt dat er een ICT-project moet komen, de Kamer moet meekijken of dat überhaupt kan, of dat binnen de tijd die ervoor staat te realiseren is. De Kamer moet ook abstineren van te veel te willen. Misschien komen we daar ook nog wel op. Waarom gaat het soms fout met ICT-projecten? En als je het klein maakt, overzichtelijk maakt, dan heb je grotere kansen dat je het op tijd en binnen budget doet. Maar nou, vraagt u de zittende minister naar een overzicht van de totale ICT-kosten? Maar sorry, ik vroeg het u juist omdat het ons verbaast dat er destijds hooguit een nietje geslagen is naar aanleiding van de motie Hessels. Wat die departementen hebben aangeleverd. En dat is het stuk wat u voor heeft liggen. Dat verbaast ons. Dat u niet heeft gewild als coördinerend minister te weten. Ja, maar dat is uw stelling dat ik dat niet heb gewild. Maar de vraag is nooit gesteld. En ik zie nog steeds de relevantie van de vraag niet erin. Dat is aan u. Maar aan ons is om het wel relevant te vinden, en dan kom ik terug 7 vragen terug. Er is een Kamerlid, meneer Hessels, die zegt we geven ongeveer 1,2 miljard volgens schattingen aan ICT uit bij het Rijk tussen 1,2 en 10 miljard. Dan mag het mij toch als lid van deze commissie verbazen dat u vervolgens als minister niet zegt en nou wil ik precies weten wat we uitgeven. Ja. Nou ja, u kent de stukken beter dan ik. Ik heb ze niet allemaal meer nagelezen. Dus ik weet ook niet wat er in reactie op gekomen is. Maar in ieder geval heeft dat niet geleid tot de vraag, wat is nou precies het bedrag? Dat is duidelijk. U belt. Een van de maatregelen die onder uw bewind is genomen is de introductie van de CIO, de Chief Information Officer. Uiteindelijk ook ontwikkeld tot een heel stelsel. Waarom heeft u dat ingevoerd? Omdat bleek dat op de departementen, als je keek van wie is nou verantwoordelijk, even los van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, wie is nou verantwoordelijk voor die projecten en is er nou voldoende deskundigheid in huis, het antwoord niet altijd ja was. Dus toen hebben we in het kabinet op mijn voorstel besloten dat elk departement een CIO krijgt. En dat betekent dat je iemand hebt die de deskundigheid in huis moet hebben om te kunnen beoordelen of een ICT-project of dat nou ja, sound in elkaar zit en of de kans dat het binnen tijd een budget gerealiseerd wordt groot is. En er zijn volgens mij niet op alle departementen nieuwe mensen doorgekomen. Dus dat betekent dat er op sommige departementen die deskundigheid er was. Alleen heeft die persoon ook de titel CIO gekregen. Nu hebben wij de oud-CIO, de nieuwe CIO, Rijks-CIO, die hebben wij gehoord. En die zeggen van wij zouden een veel meer een positie moeten hebben waar we met de vuist op tafel kunnen slaan en doorzettingsmacht moeten krijgen. En zij bepleiten dat zij op het allerhoogste, bij de allerhoogste bestuurstafel op het ministerie erbij moeten zitten om daar hun zaken te bepleiten. Om daar hun zaak te bepleiten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat. Ik begrijp wel dat dat een punt van discussie is. Ik heb begrepen dat het als volgt in elkaar zit. Dat in ieder geval de coördinerend CIO, want die hebben we ook nog. Dus je hebt per departement heb je CIO's, maar je hebt ook coördinerend CIO.
dat hij kwesties of zij kwesties kan inbrengen in het overleg van de PSG's. Dat heet, geloof ik, even spieken, ICBR. En dat de ICBR, die heeft toegang tot de ministerraad. Dus via de coördinerend CIO is er de mogelijkheid om dingen te agenderen op de ministerraad, om dingen in te brengen. Wat de positie van de CIO's is en dat die sterker zou moeten worden, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Wij hebben dat toen aan de departementen zelf overgelaten. Ik geloof dat er nogal een verschil is in de positionering van de CIO binnen een departement. En dat was natuurlijk een keuze die toen is gemaakt, dat elk departement en elke minister dat zelf kon regelen. En dan krijg je misschien verschillen. Maar ik zou zeggen op dat punt, als er verschillen zijn tussen departementen, kijk dan waar het beste gaat en bepleit dat het bij die andere departementen ook op die manier wordt gerealiseerd. Nu hadden wij hier vorige week hadden wij mevrouw Gerkens hier. En die kent u natuurlijk, want dat was een van die Kamerleden die er nogal achteraan zat. En die zegt, terugkijkend vraag ik mij af of dat CIO-stelsel wel een goede oplossing is geweest. Want ja, ze vallen uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de minister. En ze kunnen niet doorzetten. En daarbij bracht zij ook het huis van Thorbecke te sprake. U heeft er ook dingen over gezegd. U heeft een keer in de Kamer gezegd, als u het anders wil, dan moet u de grondwet wijzigen. Ja. Kunt u dat ons toelichten wat u daarmee nu zeker bedoelt? Nou, dat is een beetje, dat sluit aan op de eerste vraag van de heer Elias. Het grote verschil tussen hoe een gemeente wordt bestuurd en hoe het Rijk wordt bestuurd. Het Rijk wordt bestuurd door ministers die integrale verantwoordelijkheid hebben voor hun departement. Dat betekent niet alleen dat ze verantwoordelijk zijn voor het beleid, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het is heel interessant, de enige ministers die dat niet zijn, dat weet u natuurlijk, dat zijn niet de ministers van, maar de ministers voor. De minister voor ontwikkelingssamenwerking die we hadden, die was niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in het departement, want dat was de minister van Buitenlandse Zaken. Om een recenter voorbeeld te geven, de minister voor Wonen en Rijksdienst, die is niet, dat is wel interessant trouwens, dat realiseer ik me nu, die is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het departement van BZK, want dat is minister van Binnenlandse Zaken. Als u het anders wil, dan moet u de grondwet wijzigen, u kunt nog iets anders doen, u kunt alle ministers, kunt u ministers voormaken, behalve de minister van de Rijksdienst. Als u dat doet, als u één minister van de Rijksdienst, dan heeft u één minister die voor de totale Rijksdienst verantwoordelijk is. Voor de ICT, voor de personeel, voor de financiën, et cetera. Dat is de enige oplossing. Maar u gaat ons toch niet vertellen dat wij pas falende ICT-projecten bij de overheid kunnen oplossen op het moment dat we de grondwet hebben veranderd? Nee, maar dat is uw stelling, dat heb ik ook niet gezegd. Maar uw vraag was waarom ik verwees naar de grondwet. Want alleen maar als je de grondwet wijzigt of als je doet wat ik net formuleer, dan is er één minister verantwoordelijk voor al die projecten waarvan ik heb gezegd dat mij dat niet de goede weg lijkt. Maar u verwees naar mevrouw Arda. Mevrouw Arda had gezegd, misschien is het niet goed. Mevrouw Gerkens. Oh, sorry. God, dat doe ik in de Eerste Kamer ook. Terwijl, als ik voorzit, dan zeg ik ook mevrouw Arda. Neem ik aan. Mevrouw Gerkens, zij zei misschien de CIO niet de goede oplossing, omdat je dan toch verantwoordelijkheid houdt bij departementen. Dus dat zegt mij dat zij ook denkt, zoals uit uw vragen ook blijkt, dat je naar een totale verantwoordelijkheid voor het ICT-project zou moeten. En dat vind ik dus eerlijk gezegd nog steeds niet. Zij hield ons ook voor, in het begin, helemaal in het begin, was het met financiën, waren de ministers ook allemaal baas over hun eigen centen. Dat is allemaal grondig veranderd. Ja. De minister van Financiën heeft er nogal wat over te zeggen, over hoe het allemaal wordt verantwoord en hoe het wordt opgesteld. Kosten, posten, kosten, soorten, noem allemaal maar op. Heeft u nooit gewild dat de minister van BZK op ICT eenzelfde rol zou krijgen ten opzichte van andere ministers? Ja, absoluut. Natuurlijk, leuke vraag. Want als je er zit, dan denk je, nou laat mij het maar doen. Maar als je er nog eens even een nachtje over slaapt, dan realiseer je dat dat niet zo is. Overigens is het niet zo dat het ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor alle financiën van de hele Rijksdienst. Maar de minister van Financiën kan zich baseren op de comptabiliteitswet. En dat zou wel interessant zijn om te bezien of de minister van Binnenlandse Zaken, als het gaat over bedrijfsvoering, dus breder dan alleen maar ICT, ook een positie zou kunnen krijgen die verantwoordelijk is, die vergelijkbaar is met de positie van de minister van Financiën. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo'n wet is er niet, maar en hij is waarschijnlijk ook niet te maken, maar dat zou een mogelijkheid zijn. Maar heeft,
Maar toen u al die vragen zo kreeg van het actieve parlement rond UCT, heeft u er toen nooit aan gedacht van, hé, laat ik eens kijken of zo'n dergelijke wet niet alleen uzelf, maar Nederland van falende ICT-projecten kan afhelpen. Ja, maar u legt steeds die link en dat vind ik niet verstandig om dat te doen. Maar even over, om antwoord te geven op de eerste helft van uw zin. Kijk, ik heb voor mijzelf toen als minister van Binnenlandse Zaken de maximale invloed geregeld op de rest van het kabinet. Ik wilde eigenlijk doorzettingsmacht. Misschien is het aardig om daar nog even op in te gaan, want beide gebruikten die term. En de minister, ik dacht minister Donner, die toen een tijdje minister van BZK is geweest, die kreeg toen doorzettingsmacht. Overigens, ik zal geen partijpolitiek bedrijven. Maar ik wil wel zeggen dat de partij die zich het meeste verzette tegen de doorzettingsmacht van de minister van Binnenlandse Zaken toen ik in het kabinet zat, dat was de partij die toen een minister kreeg die wel de doorzettingsmacht kreeg. Maar het interessante is, en zo leer je zelf ook weer, dat die doorzettingsmacht van minister Donner eigenlijk helemaal niks inhield. Omdat dat dus echt gestuit wordt door de ministeriële verantwoordelijkheid. En je kunt dus wel de minister van Binnenlandse Zaken doorzettingsmacht geven, maar je zal merken dat dat erg weinig zegt. Ik heb heel veel vragen op dit punt, maar mevrouw Baarslotte, die wil nog dringender. Nou, ik wil nog een kleine verduidelijking krijgen, want u zegt van ja, zo komt de stabiliteitswet voor de bedrijfsvoering. Zou een interessante gedachte zijn, ja. Maar u gaf tegelijkertijd ook aan, waarschijnlijk is het niet uitvoerbaar. Nee. Welke achterliggende oorzaken maken dat het waarschijnlijk niet uitvoerbaar is? Ja, dat, ik weet het niet. Ik zit daar onvoldoende in, omdat ik heb ook niet toegezegd, kom jongens, we gaan een wet maken die regelt dat de minister van Binnenlandse Zaken die positie krijgt die de minister van Financiën ook heeft. Omdat ik merkte dat het kabinet daar absoluut niet op te wachten zat. Dus zo'n wet had veel energie gekost en was er nooit doorheen gekomen. Maar misschien dat het kan, maar ik weet het niet. Het is proberen waard. Maar begrijp ik dat u zegt van, het zijn misschien niet zozeer juridische argumenten die belemmerend zijn, maar meer politiek-bestuurlijke argumenten die een drempel kunnen vormen. Ja. Dat laatste dus. Ja, ja. En maar ja, je kunt je afvragen of financiën eigenlijk niet net zo belangrijk is als andere onderdelen van de bedrijfsvoering. Het is misschien leuk om dit weer te zeggen. Kijk, als het gaat over het personeel, toppersoneel van het Rijk, de Algemene Bestuursdienst, dat zijn dus vanaf de, zeg ik dat goed, vanaf de DG's en de SG's, of zit het nog een laag daaronder? Nou goed, in ieder geval de top van het Rijk, die zijn allemaal in dienst bij Binnenlandse Zaken. Daar wordt wel eens, god, wat een boel mensen zijn daar in dienst. Maar dat komt dus omdat de DG van Verkeer is in dienst bij Binnenlandse Zaken, via de Algemene Bestuursdienst. Dus dat, en er waren overigens ook departementen die zich daar helemaal geen bal van aantrokken. Die deden gewoon alles buiten de ABD om. Dat is nu geloof ik ook beter geregeld. Maar dat is dus ook een voorbeeld dat in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor een deel van het personeelsbeleid. Maar dat geldt dus nog niet voor de ICT, het geldt niet voor het totale personeelsbeleid. En ik heb natuurlijk ook veel met de rest van het kabinet moeten strijden over de reductie van het aantal ambtenaren. Dat is geloof ik nu weer uit, want er waren partijen die vonden dat er wel 40.000 ambtenaren af konden. Nu gaan er allemaal ambtenaren bij, omdat ze allemaal weer in dienst moeten komen, de schoonmakers. Dus het gaat ook van op en neer en op en neer. Maar toen moesten ze er nog af. En dan moet je als coördinerend minister van Binnenlandse Zaken zorgen dat je collega's ook tot minder ambtenaren komen. Nou, dat is een ontzettende klus. En dan is het lastig als je niet iets meer hebt dan die coördinerende positie. Nou, als ik nog één voorbeeld mag noemen, er kon een grote bezuiniging gerealiseerd worden doordat ministeries bij elkaar in één gebouw gingen zitten. Nou, de minister van Defensie heeft dat gewoon geblokkeerd. Die heeft gewoon gezegd, dit gaat niet gebeuren. Terwijl het echt beter, de minister van Defensie, zei ik, hè? Ja, moet wel goed zeggen. De bedoeling was het buitenlandse zaken samen met Defensie in één departement. Nou, dat is er gewoon niet doorgekomen. En als je dan bij sommige departementen overigens wel, die zijn wel bij elkaar gaan zitten, is ook heel goed, heeft ook veel geld opgeleverd. Maar goed, daar moet je dus als minister van Binnenlandse Zaken, moet je palaveren en dan maar hopen dat je de goede argumenten hebt om te zorgen dat het besluit wordt genomen. Ik wil nog even naar dat huis van Thorbecke en artikel 44 grondwet. U heeft vanaf het begin af aan daarover de hakken vrij stevig in het zand gezet.
Een beetje langs de lijnen van zoals u het hier ook toelicht. Van ja, dat kan gewoon helemaal niet. Ik kan niks. Ik heb niks te vertellen over wat er in een ander departement gebeurt. U zegt 13 juni tegen de Kamer, 13 juni 2007. Ik pieker er niet over om dat tot mijn verantwoordelijkheid te rekenen, omdat ik die verantwoordelijkheid niet waar kan maken. U zegt een jaar later, 2 oktober 2008. Het is niet goed dat mijn verantwoordelijkheid wordt toegedicht die ik niet waar kan maken. En als de Kamer vindt dat het allemaal veel sneller moet gebeuren, Dan moet er maar inderdaad een grondwetwijziging komen. Waarom heeft u niet actief met de Kamer samen gezocht naar een meer pragmatische oplossing van het toch reële probleem dat u als coördinerend bewindsvrouwen geen projecten bij andere departementen die uit de klauwen liepen kon tegenhouden? Nou ja, dat u zegt dat dat niet gebeurd is, maar dat is wel gebeurd. Ik heb ook... Vertel. Nou ja, kijk, de Kamer en ik, dat mag, als ik het zo mag zeggen, die hebben elkaar ook geholpen. He, ik heb soms ook de argumenten van de Kamer en druk van de Kamer gebruikt in het kabinet om daar iets voor elkaar te krijgen. Geef eens voorbeelden als u wilt. Nou ja, die lagen dan voornamelijk op het... Ja, u wil natuurlijk vooral de voorbeelden van de ICT. Nou ja, die zijn er ook wel. Kijk, als ik in het kabinet zei dat ik een algemeen overleg had met de Kamer en dat zij mij hebben gedwongen om te komen tot een lijst van ICT-projecten en dat ze willen dat ik daar verantwoordelijkheid voor neem, dat geeft mij positie, zeker als het Kamerbreed is, om tegen de collega's te zeggen, jongens, jullie moeten nu echt instemmen met het feit dat ik daar positie in krijg. Dat helpt. Dat helpt. En het voorbeeld wat wij meteen in mijn gedachten schiet, dat is als het gaat over het verminderen van het aantal ambtenaren. Daar heb ik echt veel gehad aan een aantal Kamerleden. En die ook moties hebben gemaakt om mij een steun in de rug te geven. Maar wat betekent in positie zetten jegens een andere collega over een ICT-project? Waar heeft u die positie dan kunnen gebruiken? Nou, kijk, het feit dat er een aantal maatregelen is genomen. En ik denk niet dat ik ze u allemaal hoef op te lepelen. Want volgens mij weet u het allemaal, heeft u het allemaal op uw blaadje staan. Mijn blaadje volgens mij geloof ik helemaal niet meer. Mag ik ze nog even noemen? Dan krijgen de luisteraars krijgen ook een goed beeld. Er zijn CIO's gekomen. Er is project portfolio management, ICT haalbaarheidstoetsen, afwegingskader voor sourcing, business cases, ICT dashboard en gateway reviews. Dat zijn de maatregelen die in de periode dat ik er zat genomen zijn. Allemaal zonder enige doorzettingsmacht bij BZK. Ja, inderdaad. En op basis van overtuiging. Vooral overtuiging van het feit dat er onderwerpen zijn, namelijk de bedrijfsvoering in den brede, die weliswaar, waarvan de verantwoordelijkheid weliswaar bij individuele ministers ligt. Maar ja, je bent wel één organisatie. En dat betekent dat je één bedrijfsvoering hebt. Je hebt één ambtenarenapparaat en je hebt ook zeg maar één ICT-infrastructuur. Nou, met die argumentatie en met de druk van de Kamer, zoals ik net zei, heeft het kabinet gezegd, oké, minister, hè, erg veel belangstelling voor deze onderwerpen was er niet, mag ik ook wel bij zeggen. Oké, minister, we gaan het zo doen. Terug naar mijn vraag. Waarom heeft u niet geprobeerd om op een pragmatische manier toch concrete zeggenschap te krijgen, waardoor u uit de hand lopende projecten, waarover ook in de pers werd bericht, waarover ook de Kamer zich zorgen af en toe maakte, te kunnen ingrijpen? Ik snap wel, u legt het glashelder uit. Ik snap wel dat het een heel lastig proces is geweest, maar wij zien hier dat u tegen de Kamer zegt, ik kan niet meer dan ik doe. En waarom heeft u niet gezocht naar meer pragmatische oplossingen? Nou ja, wat u niet noemt, misschien toch goed om dat te noemen. Kijk, die coördinerende, maar alleen de term alleen al, hè? De coördinerende CIO. Dus er is een CIO gekomen bij Binnenlandse Zaken. En daar gaan alle projecten gaan daar volgens mij langs. En die kan ook zeggen, moeten we niet doen of het voldoet niet aan de eisen. Nee, dat kan hij niet. Dat is nou net zijn probleem. Hij zat hier en gaf toe op vragen dat hij uiteindelijk tandenloos was, want geen doorzettingsmacht, zoals dat dan schijnt te moeten heten, ja. geen bevoegdheden had. Zijn opvolger heeft precies hetzelfde verklaard al hier. Ja, nou ja, in ieder geval weet ik, de CIO's op het departement hebben wel die positie. En dan zie je ook weer dat het binnen het eigen departement wel kan. En daar moeten natuurlijk ook de problemen eigenlijk voorkomen worden. Maar goed, op het eigen departement kan het wel zo. Is het wel zo dat de CIO, dat alle projecten moeten daar langs. En als de CIO zegt, volgens mij moeten we dit niet doen, dan is alleen maar de SG degene die daar verandering in aankomt. Is ook feitelijk onjuist. We hebben vastgesteld dat een aantal van die CIO's niet eens in de bestuursraad aan tafel zat van die departementen.
En op tal van gevallen lukt het. Lukt er wel iets op basis van persoonlijk gezag, gegroeide verhoudingen in een departement. Maar feitelijk, hiërarchisch, structureel is dat wat u nu net zegt niet geregeld. Ja. Nou ja, dan is het bij sommige departementen wel en bij andere departementen niet. Dat is een gevolg van de keuze om de departementen zelf verantwoordelijk te laten voor de inrichting van, voor de positie van de CIO. En dus, en dan hou ik erover op, ja. Want als ik er niet doorheen kom, kom ik er niet doorheen. Mijn vraag aan u is en blijft, waarom heeft u daar als toenmalig minister met het hoedje op coördinerend niet harder aan kunnen trekken? Nou ja, kijk, uw suggestie in de vorige vraag was dat die pragmatische mogelijkheden er ook zijn. En ik zou zeggen, ik vind het werk wat u doet, vind ik hartstikke goed. En ik hoop ook dat dat tot aanbevelingen leidt. Het is het voornaamste waarom we hier zitten. Nee, niet alleen om terug te kijken. Dat snap ik. Maar dat betekent dat je zou moeten zoeken naar op een of andere manier een versterking van die positie van, ik noem het dan nog maar even, de coördinerend minister. Hè, welk departement dat is. Nou, de uiterste vorm hebben we al aangegeven. Hè, namelijk, je maakt alle ministers, maak je ministers voor. En je maakt alleen maar de minister van Binnenlandse Zaken minister van de bedrijfsvoering. Dat ik geef je op een briefje, dat gaat het niet redden. Nee, natuurlijk niet. Precies. Maar dat is wel de uiterste variant. En daartussenin zijn misschien meer praktische varianten die wel meer positie geven. Maar een vergelijkbaarheid als met de comptabiliteitswet voor de minister van Financiën, waar we het net ook even over hadden. Ja. Bij de eerste suggestie van hoe, dat er misschien wat tegenspreekt, zegt u ja, dat weet ik ook niet hoe we daar een wet van zouden moeten maken. Het is niet eens geprobeerd. Dat nee, is mijn maar punt. Ik heb ook antwoord gegeven op de vraag van mevrouw Bruinslot waarom dat niet geprobeerd is. Namelijk omdat dat een volstrekt zinloze actie was. Kijk, als u zoiets voor elkaar moet krijgen, dan krijgt u dat misschien voor elkaar. Als u een rapport schrijft en er veel gedoe over is, dan lukt u dat misschien. En anders moet u dat gewoon in een regeerakkoord regelen. U in een regeerakkoord regelen en dan lukt het misschien. Maar u van menen was eerst. Mogen we in ieder geval uit uw woorden opmaken dat het uw intentie destijds was dat die CIO's wel aan die bestuurstafel zouden zitten en dat die Rijks-CIO wel doorzettingsmacht zou hebben om bijvoorbeeld in te grijpen op uit de hand lopen? Dat was wel uw bedoeling? Nou ja, we hebben dat eerste zeker. Dat eerste zeker, al weet ik niet of je het zo concreet zou moeten formuleren. Maar ik vind wel, laat ik dan dit van zeggen, dat een CIO op een departement de positie moet hebben, zodat hij kan zeggen, dit gaan we niet doen. Absoluut. De coördinerend CIO heeft dezelfde problemen als de coördinerend minister van BZK. Dat hij formeel geen positie heeft om te zeggen, dit project gaat niet door. Want de verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de minister van dat departement waar het project gaat. Helder, gaat. Nee, maar de formele posities kennen. Maar u zou wel vinden, dat hoe we dat dan ook regelen, dat het zo zou moeten zijn. En vindt u dat ook voor de ZBO's, zelfstandige bestuursorganen, dat ze daar ook moeten kunnen ingrijpen? Denk aan een UWV of... Ja. Dat is even voor de luisteraars thuis. Ja. Nou, dan zou ik even de afkorting nog toelichten. Het UWV. Nou ja, goed. Dat doe ik zo wel. Eerst maar even het antwoord. Ja. Wat was nou ja, kijk, wat je natuurlijk wil... Je wil dat er, zeg maar, dat er iemand is die ho stop roept... zeg maar vanuit zijn of haar technische kennis en achtergrond. Dat is wat je wil. En dat verhoudt zich, ik probeer echt een antwoord te geven, dat verhoudt zich heel slecht met de ministeriële verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende ambtelijke verantwoordelijkheid per departement. Dat is precies het probleem inderdaad. Ja, dat is precies het probleem. Je wilt dat iemand ho stop kan roepen. Ja, zeker. En dan zegt u natuurlijk, dat begrijp ik, van nou, dan maken we gewoon iemand die ho stop kan roepen. Maar dat moet wel een functie zijn die uit te oefenen is. Het moet ook een functie zijn die iemand langer dan een week bekleedt, als u begrijpt wat ik bedoel. We begrijpen elkaar uitstekend, maar we moeten wel een probleem oplossen. Ja, nee, dat snap ik. En ik denk dat daar, een van u zei het net, daar komt natuurlijk die bestuurlijk-politieke kant bij kijken. Daar moet het draagvlak zijn voor een dergelijke maatregel. En in de tijd dat ik er zat, maar misschien is het echt nu anders, was dat draagvlak minimaal. En dan hou ik er echt over op, de laatste keer. Waarom bent u, best iemand met overtuigingskracht en zo, waarom bent u niet veel harder met de megafoon door de zalen hier getrokken om te zorgen dat er toch iemand kwam die hoogst op kon zeggen? Ja, omdat volgens mij de grenzen van wat er kon bereikt waren. Ik heb het nog eens even, een aantal dingen teruggelezen.
En dan gaat u natuurlijk vragen welke, dus nu moet u beloven dat u niet de vraag stelt welke. Ik beloof maar niks. Er waren dossiers waar ik minder tevreden over was dan deze. Er waren dossiers waar u minder tevreden over was dan deze. Ja, dus u vindt dat u nog heel wat heeft bereikt in de context van de gegeven mogelijkheid. Ja, dat vind ik absoluut, ja. Ja, zeker. Maar dat, ik weet niet of u die beoordeling geeft, maar dat vind ik in ieder geval zelf. Het zou kunnen dat wij daar anders over denken. Dat mag u ook helemaal, maar misschien is het wel goed om u uit wat ik zeg. Ik zeg het omdat ik daarmee probeer aan te geven waar de grenzen lagen van wat mogelijk was. Waar voor ons de moeilijkheid geldt dat wij die andere dossiers niet onderzoeken. Nee. En het alleen over deze hebben. De heer Ulebel. U begon in het debat, ik piek er niet over om de verantwoordelijkheid te nemen. En aan het einde van het debat zegt u aan de Kamer toe, die vraagt om die doorzettingsmacht. Ik zal het in de ministerraad bespreken. Ja, omdat... Dat heeft u net gezegd en daar heeft u een blauwtje gehaald, hè? Ik wil best een blauwtje lopen, maar het ligt even iets anders. Kijk, de Kamer was daar zeer gedecideerd in. Dat die vond dat de minister van BZK die doorzettingsmacht moest hebben. En toen zei ik, dan zal ik dat aan het kabinet voorleggen. Maar nogmaals, ik zat zelf ook niet te wachten op een verantwoordelijkheid voor alle ICT-projecten van de overheid. En ik heb ook proberen uit te leggen waarom ik dat geen goede zaak vind. Maar verklaart dat dan, want wij hebben niet kunnen vinden wat nou het resultaat was van uw inspanning in de ministerraad. Ze vinden het niet erg om een blauwtje te lopen, maar wilde u dan ook een blauwtje lopen? Begrijp ik, want u zegt nu ook met zoveel woorden, ik zat er eigenlijk niet op te wachten. Nee, ik vind Hebt u nou niet aan de Kamer iets anders beloofd nee, dan nee, dat helemaal, u zich hebt nee, ingespannen nee, nee, in de hoor, ministerraad? Ik heb dat allemaal keurig aan het kabinet gemeld hoe zwaar dat lag in de Kamer en wat de Kamer bedoelde. En toen hebben we daarin, ik mag je geloof ik niks vertellen over wat er in het kabinet gebeurt. Van ons mag u alles. Toen is er in het kabinet over gesproken en toen was duidelijk dat, ik vind het altijd makkelijk om te zeggen dat het kabinet in meerderheid niet vond dat we die weg op moesten. En volgens mij, ik heb nog ergens zelf een brief gezien waarin, ik weet niet precies wanneer, de Kamer ook meldt wat er uit dat kabinetsoverleg gekomen is. Namelijk dat het kabinet dat niet wilde. U zegt het kabinet in meerderheid. Dus dan was het wellicht net zo goed als met verhuizingen van ministeries mogelijk geweest dat u het met sommige ministeries wel had geregeld. Nee, dat kan niet. Je kunt niet, dat is wat ze in Europa doen. Als er dan een aantal landen tegen zijn, gaan ze met die andere landen het regelen. Nou, dat vind ik dus echt heel slecht. Ik vind niet, als een kabinetsbesluit is gevallen, we gaan het zo doen, dan voer je dat uit. En dan ga je niet met een aantal departementen, die misschien ministers die er iets anders over dachten, ga je dat regelen. Nee. Was geen optie. Nou ja, dan ben je misschien niet coördinerend minister over alles, maar dan kun je wel beter coördineren op een deel. Nee, was geen optie. En nog even, dat briefje hebben wij in ieder geval niet kunnen vinden. Mocht u het ons kunnen verschaffen alsnog? Welk briefje? Waar u het net over had, dat u na de ministerraad de Kamer nog gemeld heeft. Ik dacht in de brief, zelfs in 2010, dat ik daar zeg maar een soort overzicht geef van wat er gebeurd is. En dat de Kamer dat heeft... Het gaat in feite om de vraag van de heer Ulebelt tijdens dat algemeen overleg op 12 maart, als ik mij niet vergis. Niet de heer Ulebelt, de heer Vendrik natuurlijk. De heer Vendrik vraagt, er is organisatie en doorzettingsmacht nodig. Gaat dat nou in het kabinet ter discussie stellen? Dan antwoordt u, naar aanleiding van dit debat zal ik aanstaande vrijdag hierover... Ik ga heel even naar die datum zoeken. Dat kost mij 10 seconden. Dat was... de 10 juni 2007. Ik heb hem al. Op 13 juni 2007... Dank. Ja, en dan gaat u dus naar het kabinet en daar lukt het niet. En dan zou u dat hebben teruggemeld, zegt u net aan de Kamer. Dat hebben wij niet kunnen vinden. Maar dus als u dat nog ergens heeft, dan houden wij er ons voor aan. Ik denk dat de brief uit 2010 is waar ik een overzicht, maar die kan ik nu zelf ook niet meer vinden. Oh, hier. Een brief uit 2010 als antwoord op een algemeen overleg uit 2007, nee. Dat lijkt me stug. Rustig aan, rustig aan. In ieder geval, in de brief van 2010 geef ik volgens mij een overzicht van wat er in die afgelopen jaren gebeurd is. En daar komt de vraag van de Kamer ook aan de orde en de reactie van het kabinet erop.
Maar ik neem aan dat dat in de tussentijd ook gebeurd is. Maar meneer Elias... We hebben alle begrip, maar goed, de feiten zijn dat als het alleen in 2010 zou zijn gebeurd, dat dat drie jaar later is. We hebben het geen andere stukken kunnen vinden. Ja, de heer Ulebelt. Maar er luisteren vast mensen mee en die kunnen het misschien wel vinden. U heeft al gezegd dat u wel ingenomen was met hoe de Kamer zich inliet met ECT in uw periode. Heeft u er zicht op hoe de Kamer dat op dit moment doet? Nee, daar heb ik geen zicht op. Daar sta ik natuurlijk ver van af. Ik zag wel, maar misschien heb ik niet alles gezien, dat aan de stukken te beoordelen dat er tussen 2007 en 2010 heel veel gewisseld is en dat het daarna een stuk minder werd. Maar dat kan een aantal redenen hebben. Wat zou de Kamer nu anders moeten doen als wat de Kamer in uw tijd deed? De problemen die ik heb proberen te schetsen met de coördinerend minister, de coördinerend CIO, die gelden ook voor de coördinerende commissies. Dat zal u ook weten. Ik weet niet precies of dit eigenlijk de Commissie Binnenlandse Zaken is. Maar regelmatig was het zo en is het volgens mij nog steeds zo. Wij zijn een tijdelijke commissie. Oh, jullie zijn tijdelijk. Ja, zwaar. Dat is waar. Nou ja, dan neem ik even afstand van de inhoud van uw commissie. Maar de commissie van BZK, die voelde zich verantwoordelijk voor dit onderwerp. En dan spraken wij ook al wel eens met elkaar in de zin van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor de Kamerleden die niet in de commissie BZK zitten, maar die in de commissie Verkeer zitten of in de commissie Defensie zitten en die dat soort projecten langskrijgen of niet langskrijgen? En wat zouden die dan kunnen doen om te zorgen dat die projecten niet uit de hand lopen? Dus dat is een probleem wat de commissie BZK ook had. Hoe je dat oplost, dat weet ik niet. Dat is ook meer uw deskundigheid en expertise, maar daar zit wel een probleem. Dat de belangstelling en de kennis die in de commissie BZK op een aantal onderwerpen rond bedrijfsvoering zitten, die zit niet in de vakdepartementen. En daar is de belangstelling voor bedrijfsvoering vaak ook gering. En zijn mensen druk en zijn met beleid bezig. En dat is natuurlijk veel aansprekender dan al die beetje suffe bedrijfsvoeringsdingen. Maar goed, dat laat ik even bij u. Maar het is misschien wel goed om in uw kring erover na te denken hoe je die verbinding tussen die commissie van BZK en die vakcommissie zou kunnen leggen. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Wat zou uw suggestie zijn? Misschien dat je dat in fracties zou moeten doen. Want alleen in de fractie komen natuurlijk de woordvoerders bij elkaar. Misschien is dat dan een beetje zwaar. Maar dat in een fractie dan ook even tijd is, als je dat belangrijk vindt, voor ICT-projecten. Je moet ergens een moment vinden. Mevrouw Fokker. Ja, mevrouw Gerkens zegt daarop als suggestie van laten mensen met kennis van ICT bij belangrijke onderwerpen gewoon eens meelezen met de Kamerleden die er dan over gaan. Zou u dat een goede suggestie vinden? Prima. Dat lijkt mij prima. Want dan is het op zich heel praktisch en heel makkelijk op te lossen. Ja, zeker, zeker. En het is zelfs zo dat volgens mij Kamerleden hebben vrije toegang tot alle commissies. En het zou heel mooi zijn dat mensen die daar kennis en deskundigheid op hebben, dat die als er een ICT-project in de commissie Verkeer, infrastructuur heet het tegenwoordig, aan de orde is, dat zij dan meegaan. Maar ik hoop dat dat gaat lukken, maar ik geloof wel dat de scheiding tussen de verschillende departementen, dat je die overal terugziet in Den Haag, en dat geldt ook een beetje voor woordvoerders. Maar gaat dat niet vooral over ego's uiteindelijk? Van dit is wat u net ook zei over verschillende departementen. Ja. Gaat het niet uiteindelijk gewoon over de vraag, dit is mijn stukje en daar blijf jij vanaf? Is dat dan niet eigenlijk de kern van het probleem, misschien zowel bij de ministeries als bij Kamerleden? Vooral mannelijke ego's dan. Ja, dat heeft u mij niet horen zeggen, zeg ik dan maar. Maar ik zeg het, maar kunt u wat met de suggestie die ik dan daarover doe? Nou ja, kijk, als dat echt het probleem zou zijn, dan wordt het wel heel lastig om het op te lossen. Dus ik hoop altijd maar dat dat maar in geringe mate een rol speelt. Nee, ik geloof even serieus. Ik geloof echt dat kijk, je moet ook wel, en ik ben ook geen deskundige op dit terrein, maar als je dus echt in die projecten wilt duiken, dan heb je veel expertise nodig. En die is er bij een aantal Kamerleden wel, maar niet bij alle Kamerleden.
Dus gebruik de expertise die er in een fractie is goed en laat mensen inderdaad ook meekijken met dat soort projecten. Maar u bent ondertussen aardig door de ICT-wol geverfd als coördinerend minister, daar leer je vast heel erg veel. Nu zijn er op immigratie en asiel zijn er ook grote projecten misgelopen. Dit zit ook in uw portefeuille in de Eerste Kamer. Heeft u daar wel eens in die hoedanigheid vragen over gesteld? U heeft uw huiswerk goed gedaan, maar ik ben alleen maar voorzitter van die commissie. Ik ben geen woordvoerder voor de Partij van de Arbeid. Maar zijn er in die commissie wel eens vragen hierover gesteld? Nee, voor zover ik weet niet. Nee. Nee, dat is ook niet. Ik weet ook niet of het nou de Eerste Kamer is die zich daarmee zou moeten gaan bezighouden. Weet ik niet. Maar ik heb nog wel een paar suggesties, maar daar komen ze nog later op. Hè? Want u vroeg van wat zouden we nog kunnen doen? Er is geen enkel bezwaar om dat nu te doen. Okay. Als u een paar suggesties heeft, houden we ons aanbevolen. Nou ja, ik weet niet of u daar veel aan heeft, maar het zou wellicht licht kunnen helpen. En ik hoop dat u mij toestaat als ik ook iets over de Kamer zelf zeg. Wij staan nu alles toe. Oh, fijn. Nou, mits het kort en bondig is. Ja, natuurlijk. Kijk, wat je natuurlijk nog wel eens ziet, is dat, dat door de wensen van de Kamer een ICT-project bemoeilijkt wordt. En nou wil ik helemaal niet treden in de bevoegdheden van de Kamer, want dat zou heel onverstandig zijn. Maar ik vraag mij wel eens af of de wijzigingen die de Kamer in een voorstel aanbrengt, of de initiatiefvoorstellen die ze doet, of daar altijd een doorrekening is of een doorberekening is van wat dat voor de ICT betekent. Het antwoord is nee, dat weet u. Nee. Nou, een goed voorbeeld is misschien de Belastingdienst. De Belastingdienst inde altijd geld en toen ging de Belastingdienst geen toeslagen regelen. Nou, dat heeft dus voor die dienst gigantisch veel betekend. Dus mijn suggestie zou zijn om, als er voorstellen komen, overigens niet, uiteraard niet alleen van Kamer, maar ook van kabinet. Daar wordt bijvoorbeeld wel gekeken naar wat de, hoe heet dat ook alweer? Administratieve lastentoetsen. Precies, wat de druk is op de administratieve lasten. Dan zou je misschien ook veel nadrukkelijker moeten kijken van wat betekent dat voor ICT. En je zou dat ook moeten doen als er wijzigingen komen die de Kamer daarop aanbrengt. Dat zou mijn suggestie zijn. En parallel daaraan ook de suggestie dat bewindslieden dan ook in de Kamer niet voor zoete koek slikken wat die Kamer wil, maar zeggen, als u dat wil, Kamer, dan gaat het zoveel duurder worden en zoveel langer duren. Ja, ik hoorde staatssecretaris Wiebes iets in die richting, hè, dat als de Kamer iets wil, dan zal hij ook duidelijk aangeven wat het voor de organisatie betreft. Een soort uitvoeringstoets, hè, was dat iets, die term is blijven hangen bij mij. In zijn algemeenheid bepleit u dat bewindslieden dat ook aan de Kamer dan melden en zeggen, u wilt iets dat niet kan? Lijkt mij wel. Nou ja, u wilt dat het niet kan, maar in ieder geval dat duidelijk wordt aangegeven wat daar de consequenties van zijn. Ja. Gaat u verder. Nou, een tweede, wat ik wel eens vernomen heb, is dat, hoe zal ik het zeggen, dat projectleiders van ICT-projecten, dat de kwaliteit daar nog wel eens verschillend in is. En wat de Kamer zou kunnen doen als het kabinet dat iets zelf doet, dat is een set van kwaliteitseisen formuleren voor projectleiders. En dat kan ik ook makkelijk zeggen, want dat zijn niet vaak niet mensen die in huis zijn, dus die wisselen nog wel eens. He, want als je een vast bestand hebt, is het natuurlijk vrij moeilijk om dat te doen. Maar de Kamer die zou kunnen bedenken welke eisen, die kan ik ook niet allemaal oplepelen, maar welke eisen je zou moeten stellen aan projectleiders van ICT-projecten. En die zou aan het kabinet kunnen vragen om die eisen over te nemen en ook op die manier mensen te werven. Suggesties zijn welkom, dat zei ik al. Maar toch een vraag, over ligt het niet meer van de hand dat de Kamer tegen een departementsleiding, politieke leiding, dus de minister zegt, zorg dat je dat beter regelt, in plaats van zelf zich daarmee te bemoeien? Nou nee, maar je moet het ook, ik zeg ook niet dat je zelf die set van criteria moet bedenken. Maar in ieder geval zou het goed zijn, laat ik dan zo formuleren, als er wat dat betreft ook een uniforme selectie van mensen zou komen. Duidelijk. Ja, en dat zou moeten kunnen. Nou, een derde, misschien is het goed om eens te kijken welke ministers zich met ICT bezighouden. In mijn informatie zijn dat er drie, de minister van EZ, de minister van BZK en de minister van Wonen en Bedrijfs- en Rijksdienst. Voor. Minister voor. Ja, de minister voor Rijksdienst, ja. De minister voor Wonen en Rijksdienst. Dat is een beetje veel. En de ene, BZK, doet het voor de gemeente. De minister van Economische Zaken doet het voor de bedrijven.
En de minister van voor Wonen en de Rijksdienst, die doet het voor de Rijksdienst. En je zou kunnen kijken of je in een stap naar wat meer centralisatie, kijken of dat één minister kunnen zijn. Misschien een goede suggestie voor ons volgende gesprek met minister Blok. Gaat u verder? Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat was het, want die andere was om één minister van de Rijksdienst te maken. Nee, verder heb ik geen suggesties. Dan heb ik nog een hele hoop andere vragen. Echt waar? Jazeker. Maar we gaan een beetje tempo maken. Was iemand aanvullend, meneer Van Meenen? Ja, u heeft vast niet de bedoeling gehad om uitputtend te zijn in uw aanbevelingen. Maar uw opvolger die heeft zojuist de Nationale Commissaris Digitale Overheid aangesteld. Nou hebben wij een plaatje gemaakt van wat er inmiddels voor spelers zijn op het gebied van ICT. Misschien kunnen we het even laten zien. Het lijkt op het ontwerp van een moderne kerncentrale. Het is nog niet helemaal klaar, maar dit is ongeveer zoals het bij het Rijk geregeld en is. Naar wat hebben kunnen vinden. Ja, en nu ergens in dit plaatje komt er dus nog een Nationale Commissaris Digitale Overheid. Hoe kijkt u, wat is uw gevoel bij zo'n besluit? Ik heb geen idee wat zo iemand gaat doen. Dus voordat ik daar een oordeel over kan vellen, zou ik moeten weten wat hij gaat doen. Wij vermoeden coördineren. Coördineren, ja. Oké. Is er een gebrek aan coördinatie, denkt u? Nee, ik zou zeggen dat je zoveel mogelijk van de coördinatie af moet. Oké, nou, dat lijkt me helder. Geef graag. Ik wil nog even een paar dingen met u doorlopen. Dat is, er komt op een gegeven moment een jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, waarin dus ook die grote ICT-projecten zijn, daar hebben we het al over gehad. Vindt u dat de Kamer voldoende deed, en voor zover u het nog volgt, voldoende doet met die jaarrapportage? Sorry, ik was u even kwijt. Welke jaarrapportage? Grote ICT-projecten. Dus waar we het eerder over hadden, van boven de 20 miljoen en risicovol tussen 25 miljoen. Vindt u dat de Kamer daar voldoende mee deed in de periode dat hij het nog overzag en doet in de periode daarna? Ja, in die periode wel. Die periode daarna kan ik niet beoordelen. Wat ik wel weet, maar dan vertel ik u natuurlijk helemaal niks nieuws, dat een onderwerp is een tijdje hot. Er zijn een aantal mensen die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. En dan belooft de minister, die belooft allerlei rapportages, die komen dan en die komen in een nieuwe Kamer terecht. Of geldt Tweede Kamer, Eerste Kamer, Gemeenteraad. En die denken, ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Zo gaat het vaak. En dus je moet het vuurtje een beetje wakker houden. Er is een ICT-dashboard. Ik weet niet of u er nog wel eens op kijkt. Nee. Alle seinen staan altijd op groen. Oké. En dat zou komt... ik niet vertrouwen als ik u... Nee, dat doen we ook niet. En dat komt omdat het zo is opgebouwd. De onderliggende informatie is er wel, maar ook weer niet helemaal uitgebreid. Zal ik u niet meer lastigvallen. Maar De systematiek ervan is dat iedere keer de laatste bijwerking, die wordt gemonitord en bijgehouden. En ja, die laatste bijwerking van een project, die krijgt dan gauw een groen vinkje. Dus ons voorlopige indruk is dat dat niet zo'n goed werkend instrument is. Heeft u daar een mening over? Nee. Maar ik vind wat u zegt redelijk overtuigend. Van mening? Ja, ik kreeg net de indruk dat u ook in de tijd dat u minister was nooit op dat dashboard keek. Ik vind het wel knap dat u die indruk gekregen heeft, maar die is ook wel juist, ja. Ja, daarom. Oké. Maar wat zegt dat over het dashboard dan wel over u? Nou, over u? Dat zegt dat ik de informatie wel op andere manier aangereikt kreeg. Dan wil ik u nog wat vragen over een belangrijk ICT-project uit uw ministerstijd, namelijk C2000. U was minister toen u werd geconfronteerd met het falen van dat C2000-systeem op drie belangrijke momenten. De poldercrash van Turkish Airlines in februari 2009, de aanslag in Apeldoorn, Koninginnedag die ons allen nog voor ogen staat, en de uit de hand gelopen strandfeest bij Hoek van Holland in augustus 2009. Wat zijn de belangrijkste lessen die u toen van die drie momenten dat het systeem gewoon niet functioneerde, hebt geleerd? Wat heeft u daarmee gedaan? Ja, ik denk eigenlijk dat het vooral het managen van verwachting is. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar de verwachting die bestond ten aanzien van C2000, ik zeg ook wel C1000, C2000, ja, C2000, dat project dat in 2000 zou beginnen en in 2006 begon. Ja, en niet in 1000 is begonnen. Sorry, C2000. Het probleem daarmee was dat er de hemel van verwacht werd. En er werd echt van verwacht dat het op alle plekken met alle hulpverleners in Nederland op een fantastische wijze zou functioneren.
En dat heeft het nooit gedaan. En precies wat u zegt, en dat wel, ik stond er met mijn neus bovenop en het was buitengewoon dramatisch. En als het gebeurt, dan denk je, oh, wat is dit erg. Maar mijn vraag is nog steeds, ik weet niet of u ook dat project in een brede onderzoekt, of dat nou door de systematiek van, zeg maar, die apparatuur komt of niet. Omdat het altijd zo is, en dat gold ook voor de walkie-talkies, en waarschijnlijk zijn er nou weer mensen die meeluisteren, die zeggen, oh nee, die zijn een stuk beter. Maar dat gold ook voor de directe verbindingen die mensen hadden, dat je op bepaalde plekken, is er gewoon geen verbinding. En dat gold dus ook voor C2000. Dus ik denk dat het managen van verwachtingen, dat het grootste probleem was. En ik weet niet hoe het nu staat met het project. Ik lees er nog wel eens over dat er nog steeds problemen zijn. Maar het is ook niet, wat dacht ik minister Opstelten had beloofd, vervangen door een nieuw systeem. En de vraag is ook of dat nou verstandig was. Nee, maar de kern is, en dat heeft u scherp weergegeven. Kijk, wat je niet in het systeem stopt, dat komt er ook niet uit. Nee. En er werd wel van alles verwacht dat het eruit kwam. En heel simpel gezegd, op enig moment, en het lijkt mij niet ten onrechte dat ze dat deden, klaagden brandweermannen dat die portofoons op de meest ongelegen momenten uitvielen. En daar was een buitengewoon eenvoudige verklaring voor. Bij het ontwerp van C2000 in 1996 was de eis van dekking binnenshuis niet opgenomen. Nee. Dus dat die mensen daarover klaagden was terecht. En dat u als minister vervolgens schreef, dat klopt, die dekking zat er niet in, want die is er ook nooit in gestopt, is ook juist. Maar dat is met hindsight natuurlijk onbegrijpelijk. Dat was nou toevallig mijn volgende vraag geweest. Ja. Als je daarop terugkijkt, dat is toch onvoorstelbaar? Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja. En de echte fout die daaronder zit, is natuurlijk dat er niet gevraagd is wat ze nodig hadden, die mensen in het veld. Ja. Bent u dat met ons eens? Nee, dat kan ik niet beoordelen. Dat weet ik niet. Want er zijn andere projecten. Ik noemde politie al. Kijk, ik heb dat als burgemeester van Nijmegen meegemaakt. Nou, ik wil jullie in alle eerlijkheid vertellen, wij begrepen er geen bal van. Echt niks. Wij hadden dan na zo'n korpsbeheerdersberaad, waar we allemaal begrepen waar het over ging, namelijk over veiligheid en over diefstal, hadden we een overleg met alle korpsbeheerders. En ja, daar kregen we de meest ingewikkelde stukken kregen we daar. We waren blij dat we dachten dat één burgemeester het begreep. Bleek geloof ik later ook weer iets anders te zitten, maar wij snapten er echt helemaal niets van. Maar wat ik zeggen wou, en dat was eigenlijk een reactie op uw vraag, bij de politie bleek het grote probleem te zijn. Niet dat ze niet gevraagd hadden wat mensen wilden, maar dat alle wensen van de politie gehonoreerd werden. Dus dat stapelde maar op, En nou ja, dat project is nu nog steeds niet tot een einde gekomen. Dus dat kan ook het probleem zijn, wou ik maar zeggen. Meneer, komen wij in de door ons onderzochte, of wat dan 6 van de 7 projecten tegen? Als ik het heel ruw samenvat, als één van de rode draden, dat er bij veel projecten bij de start onvoldoende is nagedacht. Wat willen we nou eigenlijk dat het systeem, welk dan ook, hè, of het nou bij UWV is of 2000, wat willen we nou eigenlijk dat het, dat het gaat doen? Herkent u dat? Als ik het mag verbreden tot ICT-projecten, zeg maar, die ik ken ook buiten de overheid. Ja. Rijksoverheid, ja. En ook dat er langer wordt doorgemodderd bij de overheid dan in het bedrijfsleven, waar dezelfde startproblemen zich ook vaak voordoen, maar dan wel sneller wordt ingegrepen. Ja, maar daar zijn verschillende oorzaken voor. Zoals? Dat daar, nou ja, goed, kijk, in het bedrijfsleven wordt het gewoon afgeboekt. Dan zeggen ze, dat gaat allemaal niet goed, hup, weg en ermee, we beginnen opnieuw. En dan zijn ze een aantal tientallen miljoenen kwijt. Geen haan die er naar krijgt. En het probleem, zeker met grote ICT-projecten, daarmee zou mijn pleidooi ook zijn, maak het zo klein mogelijk. Met grote ICT-projecten is dat je al een eind op weg bent. Dat je dan merkt dat het niet aan de eisen voldoet. En om dan de beslissing te nemen om het te stoppen en opnieuw te beginnen, in plaats van toch maar weer tot verandering te komen, dat is buitengewoon moeilijk. Dat is op zich al moeilijk, maar dat wordt natuurlijk nog moeilijker als de politieke leiding ook niet geïnformeerd wordt, zoals we hier ook hebben kunnen vaststellen, over wat die problemen zijn en dat het ergens ambtelijk blijft hangen, waar uiteindelijk die politieke leiding wel degelijk ook nog politiek verantwoordelijk voor blijft. Ja, nou, wat u zegt kan ik niet onderschrijven, dat was ook niet uw vraag aan mij, maar als dat zo zou zijn, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk om tot een beslissing te komen om te stoppen, zeker. Mevrouw Wijnselt. Ik heb nog een verhelderende vraag over de belangrijkste lessen naar aanleiding van C2000. Want we hadden het zo net over de 3 grote voorvallen, de Poldercrash, Apeldoorn en Overhoek van Holland, die u lessen heeft geleerd. En daar kwam zo net als een van de argumenten of een van de lessen ook naar voren, het knelpunt van de binnenhuisdekking. Maar deze 3
rampen gingen natuurlijk vooral om zaken die buiten huis hebben plaatsgevonden. Dus ik wil toch nog een keer aan u vragen, wat was dan in relatie tot deze drie rampen de belangrijkste les die u geleerd heeft over het project C2000? Nou ja, als ik mij goed herinner, was het zo dat mensen elkaar niet konden bereiken. En nu, wat mij nu inderdaad te binnen schiet, zie je, dat helpt toch wel, dat soort vragen. Dat is dat te veel mensen op één moment het systeem gebruikten. Je moet je voorstellen, die hulpverleners die zitten die werken ontzettend onder druk. Dus die willen onmiddellijk iemand aan de telefoon krijgen om iets te regelen. Dat lukt dan niet, omdat het te druk is. Terwijl ze eigenlijk gewoon even moeten wachten. En wat ze dan doen, dan pakken ze hun telefoon en dan gaan ze gewoon direct iemand bellen. Maar een overbelasting van het systeem, dat was volgens mij een van de problemen. En of dat opgelost is en oplosbaar was, dat weet ik niet. En of dat nou bij het begin over gesproken is, hoeveel mensen tegelijkertijd elkaar zouden moeten kunnen bellen, dat weet ik ook niet. Nou, de suggesties die u bij u had, die we normaal aan het eind vragen, die heeft u ons al geleverd. Dus ik denk dat we, tenzij u nog een nabrandertje heeft, Nee. Hiermee nee. Wel aan het eind van dit gesprek zijn gekomen. Oké, wat u betreft in ieder geval wel. Ja. Nee hoor, ik geloof niet. Nee. Dan dank u zeer voor uw bereidwilligheid hier te verschijnen en de voorbereidingstijd die u eraan heeft besteed. Ik schors de vergadering tot 16:30, wanneer wij minister Blok ontvangen. Okay.